ga de strijd maar aan. Sportcafé onder de knie, op ontdekking. Steeds een ander spel, competitie. Niets is hier te gek, ze strijden samen. Van tennis tot taekwondo. Met Lenny en Angelo. Welkom bij Sportcafé onder de knie. Nou, en daar zitten we weer. Gefeliciteerd. Dankjewel, want het staat 1-1. Ik heb een sportpuntje binnen. Ja, gefeliciteerd man. Ik hoop dat je heel erg blij mee sport. Nou, dat ben ik zeker weten. Ik hoop dat dit je enige sportpunt blijft. Nou, dat denk ik niet. Maar hoe vond je het? Ik vond het hartstikke leuk. Alleen, ik baal echt enorm van mijn team. Ik geef mijn team echt de schuld dat ik heb verloren. Ik meen het oprecht. Nou zeg, doe niet zo hatelijk. Ze hebben gewoon niet hun best gedaan. Nou, ik dacht echt dat ze dachten van... Doe het even lief tegen als ze kijken. Die Angelo vinden we hartstikke leuk, lief. Laten we hem gewoon laten winnen. Dat is niet waar. Nou, dankjewel in ieder geval dat we daar even mochten zijn. Want wij gaan zo weer verder. Ja, we gaan verder. Ik ben benieuwd. Want we hebben dus al een balsport gehad. Ja. En een vechtsport gehad. Ja. Nou, waar gaan we dan nu naartoe? Hoop je hem toch altijd stroef? Ja, ik weet niet hoe dat je weet het nog steeds niet. Nee, ik weet ook niet waar je mail staat. Waar is jouw mail? Mail zoeken. Oh, daar is jouw mail. Heel veel ouderen hebben dat ook. Oh, Jordi. Stil nou toch eens. We gaan even luisteren naar Jordi. Hey Lenny en Angelo. Jordi van der Heijden hier. Ik heb gehoord dat jullie op zoek zijn naar hele toffe sport om te doen en om een challenge erin te doen. Ik nodig jullie uit om hier op de BMX-baan van Klesineveen een challenge te komen doen. Oh mijn god, we gaan gewoon BMX'en. Jeetje Mina. Ik ben er even een beetje stil van. Gaan we dan ook echt van zo'n helling af? Gaan we echt van zo'n helling af? Dit is gewoon een extreem sport, hè, dit. Dit is gewoon extreem. Dit is gewoon... Dat het zo vanaf gaat? Ik zie mezelf van het ziekenhuis liggen, ja. Dat moet wel, denk ik, voor de challenge. Laten we die kant op gaan. Ik wil me wel goed voorbereiden. Is goed. We gaan er naartoe. Nou, kom. Elke week gaan Angelo en Lenny de strijd met elkaar aan. Ze weten niet welke sport ze dit keer gaan uitoefenen. Bij elke sport gaan ze een training meelopen met iemand uit de sport, om vervolgens tegen elkaar te strijden voor sportpunten. Wie kan zich aan het einde van dit programma koning van het sportcafé noemen? Zo, jeetje mineetje. Nou Hans, we zijn er. Rapid Wheels, Klesineveen. Ja, we gaan Jordi zoeken en dan gaan we aan BMX'en. Ik vind het echt heel spannend. Ja, kom. Hallo, hi. Hi. Hi, Angelo. Jordi. Hi, ik ben Lenny. Jordi. Ja, jij hebt ons gemaild. Ja, dat klopt. En wij gaan dus met jou dit doen. Jeetje. BMX, ja. Vertel eens, hoe lang doe je dit al? Ik denk dat het onderhand al mijn 20ste jaar wordt. Ik ben begonnen toen ik een jaartje of 5 was. Tenminste, echt wedstrijden. Yeah. Toen ik 4 was, heb ik de fiets al gevonden. Wauw. Dus al een flinke tijd. Ja, op wat voor niveau fiets jij? Op het hoogste niveau, de elite man. Ja, hoger dan dat is het niet. En dan gaat het om sport natuurlijk altijd, om medailles en prijzen. En ja, wat staat er bij jou in de prijzenkast? In mijn amateurjaren heb ik alles gewonnen wat er te winnen viel. Van Nederlands kampioenschappen tot Europees tot wereldkampioenschappen. Helaas, als je ouder wordt, dan wordt iedereen goed. Dus in mijn elite carrière heb ik wel wedstrijden gewonnen. Maar nooit de echte grote titels zoals Europees of wereldkampioen. Maar... altijd wel goed meegedaan. We staan dus gewoon met een wereldkampioen. Ja. En daar krijgen we dus zo'n les van. Want dat gaat natuurlijk om. Wij krijgen natuurlijk een BMX-les zo. En dan uiteindelijk dan moeten wij natuurlijk over deze baan heen crossen voor de challenge. Ja, Hans? Zie je het zelf al? Ik had even in mijn achterhoek zien daar zo de schans staan. Zien wij elkaar daar vanaf gaan? Nee, ik heb hoogtevrees, dus ik ben een beetje bang ervoor eigenlijk. Wat is de bedoeling dan, dat wij er vanaf gaan? Ja, een challenge is een complete ronde. Dus dan van startdek tot aan de finish. En wie daar als eerste is, die heeft gewonnen. Oh. Nou, dan denk ik wel heel even dat ik wel een training nodig heb. Jij niet? Ja, denk het ook. Ik denk dat wij ons gaan omkleden. Top. We gaan fiets pakken, we gaan even een helm en handschoenen pakken. En dan gaan we de baan op. Nou. Zin in. Kijk, daar komt hij aan. Die is voor jou?
Deze voor jou. Handschoen. Dankjewel. Dit moet dus het behelpen als ik straks val. Als het goed is wel. Het doet sowieso meer dan dat je hem niet op hebt. Nou, dan gaan we. Hoe voelt het als? We zeggen hier. Nou, Ans die gaat vast richting het Schepenziekenhuis. Daar gaat hij. Nou, daar ging die al bijna. Ik denk dat ik een sportpunt onder pocket heb. Maar goed, oké, Jordi. Dus op deze fiets gaan wij de challenge en de trainingen bedoelen. Ja, klopt. Dus ik zou zeggen, spring erop en we gaan even wat basisoefeningen doen. Goed, hè? Nou, ik heb mijn helm op, ik heb handschoentjes aan, ik heb een fiets en we gaan zo'n training doen. Ik ben echt zeer benieuwd. Ik kan je wel vertellen, ik schijt echt voor die baan hoor. Ik zie overal stenen en heuvels en die schans ook. Nou, ik ben benieuwd of ik überhaupt wel deze sportpunt kan gaan pakken. Ik ga er wel voor. Ik heb het idee dat Lens dit best wel eng vindt. Dus ik hoop dat hij niet van de schans af durft, dan doe ik het maar. Ja. Mijn eerste verwachtingen van de BMX-baan zijn heavy. Ik heb hoogtevrees en ik zag die schans hier naar beneden gaan. En ik weet niet, ik heb een beetje een nagevoel in mijn buik. Maar ik hoop gewoon dat ik hier een sportpunt ga behalen. En ik moet gewoon al mijn kracht besparen. Gewoon even koppie op nul. En gewoon gaan straks. Ik krijg zo even wat oefeningen. Dus ik hoop dat ik daar mijn tactiekjes kan verzinnen. Hoe ik Angelo hier van de baan af ga crossen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. And we're gonna let it burn. Nou, dat ging redelijk goed, jongens. Ik denk dat we de baan wel op kunnen. Oh jeetje. Dus, wat zeggen we ervan? Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, laat maar zien. Kom maar. Oké, gaan we voor. De kijkersvraag van vandaag. Nou, we hebben de training net gehad en dan is het nu tijd voor de kijkersvraag. En die komt binnen. Die komt nu aanwijden. Die is voor jou, Jordi, ingestuurd door Pim Hofman. Wat is jouw ergste blessure? Ik heb er natuurlijk wel wat gehad. Maar de ergste zou toch zijn mijn gebroken schouder met afgescheurde pezen eromheen. En dat heeft een tijdje geduurd voordat dat weer helemaal klaar was. En is dat niet tot deze schans? Ik hoop het niet. Niet deze schans, toch? Nee, dat was in Italië gelukkig. Dus jullie zullen dat niet gebeuren. Nou, ik weet het allemaal nog niet. Als ik dit zo naar beneden kijk, denk ik gewoon, weet je, Mina. Maar dat gebeurde tijdens een wedstrijd, of? Ja, dat was een Europese wedstrijd. En het ging allemaal heel goed die dag. Dus ik had er veel zelfvertrouwen, maar ik wou een actie doen die ik beter niet had kunnen doen. Dus toen ging het mis. Heftig. We zijn nog niet helemaal klaar met de training. We gaan namelijk zo van deze schans af. Ja. De challenge staat klaar. Denk je dat we de challenge kunnen gaan doen of hebben we er helemaal geen vertrouwen in? Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, ik heb jullie net over de baan zien gaan en ik heb er volle vertrouwen in dat jullie dat wel gaat lukken. Oké. Nou, wij gaan ons klaarmaken en dan gaan we op naar de challenge. Nou, het is bijna zover. De zon gaat bijna onder. De training is voldaan. Ik ben heel erg gespannen voor de wedstrijd. Ik ging net er even. Nou, je ziet Arneslo toevallig zien die op de schans gaan gaan. En ik begin ook een beetje te stotteren. Ik vind het echt heel spannend. Als je daarop staat, word je echt afgeschoten. Je hoort ook zo'n deuntje. Ready, set. En dan poef, hoe is het dan? En dan, ja, dan ben je los. Dan bepaal je gewoon zelf de snelheid met hoeveel snelheid je naar beneden gaat. En ik wil natuurlijk wel de challenge winnen, maar ik wil geen dingen breken. Jordi, als je er even bij wil komen. Ja. Heb jij nog één gouden tip voor mij? Wat ik net jullie direct al zag doen in de eerste bocht, is dat jullie heel hoog de eerste bocht ingaan. En je hebt er drie over de hele baan heen. Dus als je gewoon een binnenbocht oppakt, dat scheelt sowieso al meters dan als je de buitenbocht pakt. Dus de binnenbocht pakken? Ja. Ik denk echt... met deze tips, met deze training moet gaan doen. Volgens mij staat hij nog steeds boven. We wachten even. Kijk, daar gaat hij. Kijk, en dan ben je los. Ja, ik ga er gewoon voor. Kom op. Nou, mijn bek af naar zo'n training. Maar goed, ik ben wel klaar voor de challenge in ieder geval. Het is wel echt heel eng als dat ding wegschiet.
Dat je dan gewoon, het is gewoon net een vrije val wat je doet, joh. Maar goed, ja, ik moet Lenny gewoon kapot maken. Zorgen dat ik sneller ben dan hem. Oh, wat is dit vermoeiend, zeg. Maar goed, gaan we het proberen. Wish me good luck. Ik had deze zo graag willen winnen, echt waar. Ik weet je, ik wil mijn punt van een korfbal inleveren voor deze. Oh, shit. Shit. Noem je dat dan repetities? Ik heb geen idee, maar de race daarvoor had ik wel. Maar ja, kut. Oh jongens, ik ben zo ontzettend blij. Ik sta nu gewoon weer met 2-1 voor. Waar is mijn sportpunt? Dit is natuurlijk hier. Kijk eens. Ah, zie je het? Oh, dit vind ik zo mooi, hè? Ja, ja, Lenny wint deze strijd, hoor. Een punt voor Lenny die je kan toevoegen aan zijn score. Dankjewel. Ja, het was echt... Het was close call. Ans, sorry man, ik geef je gewoon de hand. Dat geef ik niet. Er staat 2-1 voor mij. Ik heb een tweede sportpunt ontvangen. En ik ga gewoon voor de 3-1 straks. Ik weet niet wat ik ga doen voor andere sport, maar ik vond dit in ieder geval super, super cool. Jordi, enorm bedankt voor de lessen. Ik vond het in ieder geval super gaaf. Ja, geen probleem. Jullie deden hartstikke goed. Goed jullie tips opgevolgd en een sportieve ronde. Dus een hand kun je altijd nog geven. Doen wij ook. Dus, Vooruit maar. Geef dat niet meer. Nou, Hans, wij gaan de volgende keer gaan we weer een andere sport doen. Wij hebben geen idee. Maar wil jij nou dat we langs jou gaan, langs jouw unieke sport... Mail ons dan naar het onderstaande adres en misschien komen we wel bij jou langs.